Kijk, als er een keertje een vuilcontainer in belandt of een wipkip, dan is dat al te overzien. Maar als er op een gegeven moment schade van boven de 1000 euro is, dan is het natuurlijk niet leuk meer. Het ziet er verzorgd en vredig uit. Maar eens per jaar houden de vrijwilligers van het Molenbad hun hart vast. En wel tijdens de kermis. Komend weekend is het weer kermis in Nibbikswoud. En vele jaren, afgelopen jaren, komen de mensen naar de kermis hier op het zwembadterrein. En willen graag nog even zwemmen. Maar de afgelopen jaren wordt het steeds meer omringd met vandalisme, vernielingen. Deze jongeren haalden vorig jaar zelfs het landelijke nieuws door met een picknicktafel van de glijbaan af te gaan. Kunstgras werd kapot getrokken, de badmeesterstoel werd vernield. Er was voor duizenden euro's schade. Het zwembad heeft al moeite om staande te blijven. Ja, dan moet je natuurlijk niet dit soort dingen gaan doen. Nou, niet echt goed. Nee. Ze moeten het zelf betalen. Want mensen zwemmen hier overdag ook. En dan hebben ze er last van. Kijk, nachtzwemmen doen ze al jaren. Ik denk dat ik nog niet eens bestond dat dat al gebeurde. Maar blijf van iemand anders de spullen gewoon af. Het zwembad heeft het financieel al krap en kan eigenlijk alleen bestaan dankzij de inzet van veel vrijwilligers. Er moet nu dus een eind komen aan de nachtelijke zwemtraditie. Eigenlijk heeft het al nooit gekund. Dat werd misschien min of meer oogluikend toegestaan. Ja. Dat noemen we dan traditie. Maar eigenlijk kan het gewoon niet. Het is veel te gevaarlijk op het bad om zonder toezicht hier 's nachts te gaan zwemmen. Ik ben er wel eens bij geweest vroeger. Ja. In de nachtelijke uurtjes? In de nachtelijke uurtjes. Wat verwacht u met de aankomende kermis komend weekend? Nou, dan kun je heel wat mensen als bewaking neerzetten, denk ik, want ze klimmen vast over het hek heen. Nog. Over het dak, over het hek, dat maakt het niet uit. Ja, hier over het dak. Ik ben zelf ook over het dak geklommen, begrijp ik. Zou kunnen.